Hallo iedereen, welkom op deze nieuwe dag, nieuwe video. Dit thema, zoals je kon zien in de titel, gaat over tweelingvlammen die in soulmate-relaties zijn. Die weten dat ze een tweelingvlam zijn, die misschien wel of niet al een tweelingvlam hebben ontmoet, maar die eigenlijk nog in een soort van commitment en verbinding zijn met de tweelingvlam. Wat zie je hier? Solar deity, dat is eigenlijk de zon, jouw centrale zon, je ziel. Reason, dat is eigenlijk de meester over alle elementen. Maar ik kan dat niet goed zien, maar eigenlijk al die hele bollen, dat zijn verschillende figuren. Dus de verschillende figuren die verbonden zijn met verschillende elementen. En dat is hetgeen wat ook tweelingvlammen zijn. Tweelingvlammen zijn ware meesters van alle elementen. En de grootste taak dat ze hier hebben is om dat allemaal opnieuw te herinneren. Die eigen passie in zichzelf weer te ontwaken en die als een mantel om zich heen dat vuur en dat licht aan te wakkeren, zodanig dat ze kunnen leiders worden voor de anderen. En op die manier gaan ze ook hun eigen tweelingvlam gaan aantrekken. Als dat de bedoeling is om samen te komen. En wat krijg je dan? Welk de 10 van bekers. Oké, wat is voor mensen die in een soulmate-connectie zijn? Één kaart, alsjeblieft. Ja. Gaan deze leggen? En dan wat krijgen we hier? Master of Flames en onderkant Two of Flames. Dus, wat wordt er gevraagd? Wat wordt er getoond? Wat ik eigenlijk hierbij had, met de Ten of Challenges, normaal gezien is dat diepe vervulling. Dat je in een connectie, een diepe relatie bent, die eigenlijk jouw diepste vervulling gaat brengen. Maar dat is eigenlijk een illusie, want daarom krijgen we die Three of Orbs. Je bent erin gekomen en misschien dat het inderdaad eventjes jou dat licht en die diepe vervulling heeft gebracht. Maar eigenlijk was het doel deze kaart. Om meester te worden van je fysieke wereld. Om te leren hoe dat je vanuit die vervulling die je hier had en die connectie, een aantal zaken daarin geheeld hebt, maar tegelijkertijd ook heel bewust gaat worden over de gedachten die je hebt. Over de ideeën die je hebt, hoe dat relaties zou moeten gaan. En om van daaruit je een wereld te gaan creëren die past in afstemming met je ziel. En dat is hetgeen dat we hier krijgen. Waarom? De Meester of Flames is eigenlijk volledig meester over zijn passie, over het element vuur. En dat is nodig om uiteindelijk tot de Two of Flames te komen. En de Two of Flames, dat is jij als tweelingvlam samen met je andere tweelingvlam. Want dat is belangrijk voor het collectieve geheel. En dat staat onder leiding, ik weet niet of je dat kan zien, ja, dat zijn twee ogen, dat staat eigenlijk onder leiding van een gans team. Maar dus, de reden waarom dat die nog verscholen zit, dus onderaan het tekst zit, is omdat je gevraagd wordt, dus je bent belangen nog niet in eenheid met je tweelingvlam, is het herkennen van je sterrenafkomst, van wie dat je werkelijk bent, zijn tweelingvlam. Anders zou je niet naar deze video kijken. En om hierop meester te worden over je passie. Meester te worden en je leven te kunnen vormgeven, maar vanuit de verbinding met je ziel. En succes, dat is voorbestemd om er zo te komen in je leven. Anders zou die charitykaart hier niet op flippen. Maar het is belangrijk om naar binnen te gaan en er goed over na te denken. Na te denken op een positieve, constructieve manier. Dus je niet meer door te laten leiden door van wat je denkt dat een perfecte relatie, hoe dat eruit ziet en wat dat betekent en hoe dat je moet voelen. Maar echt gaan voelen voor jezelf. Wat is nu eigenlijk dat? Wat wil ik uit een relatie? Hoe wil ik mijn leven gaan vormgeven? Misschien wil je zelfs geen relatie. Misschien wil je niet getrouwd zijn. Misschien wil je geen huisje, tuintje, boompje, kinderen, whatever dan ook. Misschien wil je gewoon gaan rondtrekken en rondreizen. En dat is belangrijk om daar gevolg aan te geven en om daar naar te luisteren. Gaan eerst nu 8 kaarten leggen van het Quantum Tarot. Om dan
een extra laag of extra diepte aan de kaart, aan de reading toe te voegen. Aan de kaarten ook natuurlijk. Aan die eerste kaarten dan. Hè. Hoepla, daar gaat die. Nine of Cups. Louis. Goh, er zit hier een haar al heel de was tijd te kriebelen. Voilà, het is weg. Wacht, ja, ondersteboven laat hij voor mij, dus zo. We zien dat ik onder... Kijk, deze kaart is hetzelfde als deze kaart. De vorige reading gisteren waren ook constant de kaarten die speelden. En dan, oké. Okay. Eight of Swords, de Sphinx kaart. En dan krijgen we daar extra bij, de Two of Cups. Oh my god. En de Lovers. Hetgeen dat we daarnet gezien aan hier. De Two of Flames, de Two of Cups. Dat heeft allemaal te maken met die divine connection, die heilige relatie. En hier krijgen we dan ook nog een keer de liefdeskaart. Nadat we de Sphinxkaart gekregen hebben. Echt waar. Hier hebben we de Knight of Pentacles met omgekeerd de 1 van Bekers. Judgment. En hier hebben we opnieuw Two of Wands. Dezelfde als ik daarnet hier getoond heb. Eenheid. Eerst leren meester worden over jouw emoties en individueel succes brengen. Kijk, en we zien zo dat hier komt piepen. De Four of Wands. Weer al een union kaart. Ja, als je nu nog twijfelt of dat je een tweelingvlam bent, dan weet ik het ook niet meer. Maar dus, wat wordt er hier gezegd in de kaarten? Voor degenen die al een beetje tarot kennen, die gaan wel het ondertussen al snappen. Maar hier zien we de twee, dat is een empress. De empress... excuseer, niet de empress, de hoge priesteres, de drie is de empress. En de hoge priesteres die geeft die verborgen wijsheid. Dus die gaat naar binnen en die gaat eigenlijk haar hele leven gaan reflecteren. Gaan bekijken van, oké, wat is het nog dat ik verder moet gaan ontdekken? Dat is wat ik daarnet ook zei. Er wordt gevraagd, zeker als vrouwelijke energie in deze connectie, om naar binnen te gaan. Om te gaan kijken van, maar wat is dat er eigenlijk mij vervulling kan brengen? Want je kunt niet vanuit de zeven, vanuit geen enkele gevulde beker, kun je niet tot negen gevulde bekers komen. En dat is eigenlijk die diepe vervulling, maar gewoon op jezelf, zonder dat je nog iemand nodig hebt. Wat dat dan die één, dat we hier zien, die ene beker, alleen, dat is dan eigenlijk degene dat dan jouw tweelingvlam zal brengen om uiteindelijk tot die tien bekers te komen. En dat is hier die king. Die king, zie? Kijk, die king die heeft daar één beker. En dus die gaat dan uiteindelijk, wanneer dat allemaal samenkomt, dat brengen. Wat dat dan heel veel energie, snelle communicatie, heel veel actie uiteindelijk gaat teweegbrengen met heel veel vuur. En dat gaat jullie beiden in jullie proces nog meer duwen in die Sphinx. Waar dat uiteindelijk met als doel die eenheid tussen elkaar, want hier zie je die staf die verbonden is met de tweelingvlammen en de tweelingvlam liefde. En dus de twee bekers, mannelijke vrouwelijke, die eenheid, liefdesrelatie. Maar dus, dat kan er niet komen vooraleer jij dat niet gedaan hebt. Dus jij moet eigenlijk intunen op je hoogpriesteres-energie, op je divine feminine-energie. De dingen healen, die moeten healen zijn. De gedachten aankijken, die moeten aangekeken worden. Kijken van wat dat is die jou nog vervulling brengt. En dat gaat jou in. Vervulling brengen vanuit jezelf, zonder dat je iemand anders nodig hebt. En dan, in een later stadium, ga je zien dat je meer en meer ook gaat gevoelen hoe dat is om als een energie hier in een mensenlichaam te gaan leven. En ga je eigenlijk volledig kunnen losbreken van al de oude patronen en ideeën dat je had over relaties, over leven in deze eindige 3D-wereld. Je gaat veel meer en meer gaan leren om jouw leven vorm te geven vanuit die hogere energie. Wat dat dan een verschuiving gaat meebrengen in connectie. Want hier zie je dan de mannelijke energie die in zijn vrouwelijkheid of verbindt met zijn vrouwelijke energie. Jou, die ene beker kon brengen, waardoor dat je 10 of bekers krijgt. En wanneer ligt hij nog omgekeerd? Dan gaat dan ervoor zorgen dat er hele snelle communicatie, eigenlijk een opbouw van energie en passie is, die jullie vooruit gaat stuwen in jullie nog dieper in jullie eigen groei en in jullie connectie. Eigenlijk is dat een heel mooi verhaal hoe dat tweeling van connecties op een natuurlijke manier groeien. En hoe dat ze verbonden zijn aan de individuele groei. Wat hebben we nog meer van extra informatie dat we kunnen geven aan deze mensen van deze
die naar deze video kijken. Er is heel veel die vertaald wilt worden. Maar het is de bedoeling dat we het stapsgewijs doen en dat we niet alles in één keer, want dan zijn we weer overweldigend en staan we uiteindelijk weer nergens. Oké, deze twee. Dank u wel. En de eerste die gaan we krijgen is een Golden Cup en Cup of Replenishment. Cijfer 16, 16. Kijk, weer die ene beker. Die ene beker verbonden met die eenheid, dat oneenheidsteken. Hier staat er ook een hart in. Dus hoe mooier kan je dat als aanvulling nog zien? En wat vraagt er hier? Endings, you're a held. Ja, weet dat alles wat je nu afscheid moet van nemen, van alles die niet meer past, dat dit bedoeld is om hier die Sphinx weer al de assen te herrijzen, eigenlijk uit de assen. Ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Dat je volledig afgebroken wordt tot op de grond, tot op het naakte van je ziel, zodanig dat je blauwdruk meer en meer kan gaan doorschijnen. En welke vlammen zijn er voor jullie behulpzaam? Hoe vier? Oké, snap het. Zijn er twee voor de mannelijke, twee voor de vrouwelijke? Deze voor de vrouwelijke. Voor de vrouwelijke energie in deze connectie is de aartsengel Jofiel met meditatie en de gouden gele vlam. En aartsengel Michael en patience, geduld. Oh my god, als je al een tijdje met mij samenwerkt, dan weet je waarom dat ik lach. Geduld is een van de meeste dingen dat ik zeg tegen de mensen die met mij samenwerken. Maar het is echt wel. Je hoeft. Wanneer je op het pad loopt van een tweelingvlam, dan leer je om geduldig te zijn. Want geduld is ook weer verbonden met vertrouwen. En daarom zeggen ze ook van mediteren. Ga naar binnen, daar zijn de antwoorden. En als je ze niet hoort, niet of twijfelt, neem dan contact op. En beslis dan om eventjes met mij samen te werken, zodanig dat je zicht heb op de schaduwen, op de angsten die jou nog wat vasthouden en tegenhouden. En dan meer voor de mannelijke energie is courage, moed met aartsengel Haniel en de robijnrode vlam. En aartsengel Metatron die mirakels brengt, een nieuw leven brengt, nieuwe inzichten, nieuwe vooruitgang, een nieuwe weg vooruit samen met de diamanten vlam. En dat geldt ook zowel voor jou, hè. Dus als je kijkt, je bent vrouwelijke energie, dan is voor je eigen vrouwelijke energie deze waarin je kan samenwerken, voor de mannelijke energie deze. Dus weet dat mannelijke en vrouwelijke energie in elk van ons aanwezig is. En dat eerst die eenheid in onszelf moet gecreëerd worden om uiteindelijk dan ook de eenheid in de connectie terug te krijgen. Oké, ik sta boodschappen om terug naar eenheid en liefde te komen zijn. Liefde is bedoeld om ervaren te worden met het hart, niet uitgelegd met het logische verstand. Wachten op iets beters maakt je bitter, maar wees nu al gelukkig. En ik denk dat dat zeker belangrijk is. In deze connectie ook. Jouw unieke frequentie brengt succes en overvloed. Je vibratie maakt je magnetisch. Dan één boodschap voor de mannelijke energie. Laat alles wat je geleerd hebt los en kies zelf. En één boodschap voor de vrouwelijke. Ja, dat was snel. Luister naar muziek die je energie geeft. En dan nog boodschappen voor de vanuit, bedoel ik, van de universele vlammen. Één. Oei, dat is heel veel, maar oké, dan gaan we die nemen. En dan nog. Diepe zucht, het is oké. Weet dat het oké is om eens gefrustreerd en boos te zijn. Bottel dat niet in, maar uit dat ook op een gezonde manier. Vraag de vlam van voltooiing om deze cyclus af te ronden. En dat was de politie die passeerde. Dus vraag de vlam van voltooiing om deze cyclus af te ronden. Het is goed om dingen achter jou te laten die niet meer voor je hoogste goed zijn. Want deze uitdaging maakt deel uit van de donkere nacht van de ziel. Herinner je wat ik hier ook gezegd heb? En integreer meer je mannelijke en vrouwelijke energie in. Oké, weer hetzelfde. De eenheid eerst in jezelf aanbrengen en dan komt al de rest. Er ligt hier één kaart, niet ondersteboven, maar oké. Open je hart voor universele liefde met de roze rode vlam. Dat is ook een beetje hetgeen wat we hier ook zien, meer naar het paarse toe, maar ja, roze rode. Je bent verbonden met het universum, dus ook met je tweelingvlam. En al je wensen dat je voelt en ervaart en wil najagen. Je logische verstand leert wat je ziel en je hart reeds weet.
Het is oké om je eigen waarheid te vormen. En dat zijn die beperkende overtuigingen waar je los van moet komen. En het enige wat moet, is ademen. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie weer wat inzichten hebben mogen ontvangen. Laat het mij gerust weten in de comments hieronder de video. Als je wilt samenwerken, dan ben je ook, kun je de linkjes onderaan deze video volgen. En dan kom je op mijn website terecht. En dat kan je ook, dat is ook de manier om, als je iets persoonlijk naar mij wilt sturen. Of een persoonlijke vraag wil stellen, of reading wil reserveren, of wat dan ook. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een fantastische fijne dag en tot in de volgende. Dag!